Annelies van der Steen, vandaag was het Aalst tegen Woluwe, topaffiche in eerste klasse. Spannende wedstrijd ook, hè? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we tijdens de rust al zagen dat wie dat de goal ging maken, dat hij een grote kans had om te winnen. En jammer genoeg was dat Woluwe op het einde van de wedstrijd. Dus ik denk dat eerder een 0-0 dat goed had geweest. Het was een heel gesloten wedstrijd. Maar kijk, mocht niet zijn, net als vorige week. Dus, ja. Vorige week verliezen jullie ook thuis tegen Zulte Waregem, nu tegen Woluwe. 0-6. Ik denk dat jullie daar meer hadden verwacht, hè? Ja, maar ik denk dat we eigenlijk twee hele goede wedstrijden spelen. Dat we van het voetbal zeker niet mogen klagen. Vorige week verdienden we absoluut meer. Vandaag denk ik dat het gelijkspel goed had geweest. Mm-hmm. 0-6 is inderdaad niet goed. Maar we zijn wel tevreden van het spel dat we spelen. Ja. Dus het moet denk ik nog wat meezitten. Ja. De goal die ze vandaag maken is een prachtige goal. We kunnen weinig aan doen. Dus het zit wat tegen op dit moment, maar dat komt wel goed. Ja. Volgende week beker ook? Ja. Ik denk dat het ook zeker geen slechte ploeg gaat zijn. Maar ik denk dat we verplicht zijn van vol te gaan en van gewoon te winnen. En hopelijk wat vertrouwen kunnen opdoen voor dat laatste wat dan nog nodig is om die overwinning te halen. Dus, ja. En in de competitie beginnen achtervolgen nu? Ja, maar ik denk dat we op dit moment eigenlijk zeker niet naar de stand moeten kijken. En dat we gewoon moeten verder spelen zoals dat we bezig zijn. En dan zal het wel eens meezitten. Ik zei het, we hebben eigenlijk twee goede wedstrijden gespeeld. Dus er is geen reden om te panikeren. Dus we zullen binnen een aantal weken wel kijken waar dat we staan. Oké, ik dank je. Veel succes. Dank u wel. Dank u. Ja.